Ik had dit eigenlijk even geleden al moeten fixen, maar... Oh, dat vuur doet veel damage. Hallo en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan vandaag weer verder met Hardcore Survival. Ik ben oprecht best wel tevreden met mezelf op dit moment dat we aflevering 7 al gehaald hebben. Moet niet te kakken worden natuurlijk. Maar goed, we zijn in ons huisje en ik was even aan het kijken. Want het leek mij verstandig om even een nieuwe ex te maken, want die van mij is een beetje op. En dan maak ik er ondertussen ook eentje van kobbel, een paar. Want ik ben een beetje al mijn iron aan het verspillen aan hout hakken. Wat niet super slim is natuurlijk. Dus iron axe en 2 stenen. Oké, wat ik vandaag wil doen, zoals jullie misschien wel weten, is... kijk, waar heb ik nou mijn... Oh, hier. Is een dierenfarm gaan maken als het even kan. Dat is mijn plan. En ik wil... misschien wat gaan mijnen. Ik wil sowieso een trappertje gaan maken, denk ik. Of daar wacht ik nog even mee en dan ga ik die nadoen. Maar ja, ik wil in ieder geval een begin maken aan de dierenfarm. Misschien moet ik heel even kijken welke houtsoort ik het meest heb. En anders moeten we heel veel hout gaan hakken. Want, maar volgens mij hebben we best wel wat. Kijk, we hebben zat. Gewoon ook, oké. Dan gaan we dit gewoon allemaal even omzetten in planks. En dan de helft in stokjes. Want stokjes hebben we toch zat. Oké, ik denk dat we aan 33 wel genoeg hebben. En dan heb ik... Ik doe wel even 5. Dan hebben we even genoeg. Denk ik. Misschien heb ik trouwens meer. Nee, ik heb meer nodig. Fuck it. Oké, here we go. Allereerst moeten even de gasten daar beneden gaan killen. En wat toortjes plaatsen. Heb ik daar genoeg toortjes voor? Ik denk het niet. Dus dat moeten we ook even fixen. Gelukkig hebben we ondertussen best wel wat kool. Stokkies. There we go. Oké. Nice. Want het is hier beneden best wel een beetje druk. Dus dat moeten we eerst even gaan fixen. Oh my god, kijk dan. Dit is toch insane, jongens. Ik had dit eigenlijk even geleden al moeten fixen, maar... Oh, dat vuur doet veel damage. Ik was te laat met mijn schild. Ga je me fucking menen? Jongens. Nee! Oh my god, no fucking way, man. Aflevering 7. Je gaat... Godver. Ik had het gewoon gelijk moeten verlichten. Kut, hoor. Ik had zo'n leuk huisje. En... Oh. I'm sad now. Zoveel werk in het bouwen van het huis. And it's all gone, jongens. Hoe sad is dat? Oh, nee. Ik wist dat het zoiets ging worden. Laat even in de comments weten of jullie hadden geraden dat ik zo dood zou gaan, jongens. Let me know. Oh my god. I'm so sad. I'm so fucking sad. Maar goed, ik ga niet cheaten en mijn shit terughalen.
Ja, wat moet ik met deze aflevering gaan doen? Ik zit een beetje te twijfelen. Eerlijk is eerlijk. Ik ben echt boos op mezelf gewoon. Hoe kan je zoiets doen? Gewoon, als ik mijn schild gewoon op had gedaan, niks aan de hand. Creepers zijn ook zo fucking sterk in hardcore. Het is echt insane. 34 dagen hebben we volgehouden, jongens. Ik denk dat ik een nieuwe survival wil gaan beginnen. Ook misschien hardcore. Gewoon. Ik vond de uitdaging wel heel leuk. Ik vind het alleen heel jammer dat we nu al dood zijn zonder dat we echt veel hebben kunnen doen. We gaan gewoon een rondje even vliegen door de map of zo. Even kijken wat we kunnen tegenkomen, I guess. Want. Kan dit überhaupt nog inladen als we spectator? Ja, oké. Ik ben gewoon heel sad. Dat is gewoon wat het is. We hadden gewoon zoveel nog kunnen ontdekken. Nog zoveel kunnen doen. Maar dan is het gewoon in één keer over. Dat is hardcore, hoor je. Helaas. Ik ga sowieso volgende week een nieuwe survival beginnen. Dus dat wordt dat sowieso. Ik wil denk ik ook dit huisje weer opnieuw gaan bouwen. Want ik was zo blij met hoe dit eruit zag. En hoe dit eruit komt te zien. Maar helaas, jongens. Voor nu ga ik denk ik even Minecraft Bingo opstarten. Want ik heb zoiets van, als ik deze video met 6 minuten online zet, weet denk ik iedereen dat ik dood ga. Oh, ga ik dat waarschijnlijk wel gewoon in de titel doen. Maar goed. Ik wil toch nog even iets doen voor jullie, want ja. Nu is het een beetje een korte aflevering. Dus we gaan even een potje bingo spelen, jongens. Gewoon solo, want je hebt ook solo bingo in deze server. Dus we gaan dat gewoon spelen. Dus, eens even koekeloeren. Solo, jongens, let's go. Oké. Bingo. Dus even wennen, want ik heb dit al elke keer gewoon op stream gedaan. Maar hey, het leek me gewoon grappig om te doen, want. Ik ben gewoon sad dat we dood zijn, jongens. Ik was zo blij. Ik heb het gewoon gejinxed. Want ik zei van, yo, ik ben zo blij dat ik aflevering 7 heb gehaald. En dan, boom, dood. Jinxing it all the way. I'm so sad. I'm so sad. Dit kan mijn brein gewoon niet aan, jongens. Ik ben gewoon echt heel sad. Ik ga dit te vaak zeggen vandaag, maar kom op, jongens. Hoe dom kan je zijn? Het is ook gewoon zoiets doms, weet je. Dat vind ik eigenlijk nog gewoon het kutste. Gewoon dat we om zoiets doms dood zijn gegaan. Dat vind ik nog gewoon. Ja, dat vind ik gewoon het kutste. Eerlijk is eerlijk. Gewoon, ik zat er zo lekker in. Weet je, eerlijk is eerlijk. Ik ben verder gekomen dan ik had verwacht. Want ik had echt verwacht, oké, aflevering 1. Ik sterf door een creeper, net als in mijn 1.15 survival toen de tijd. Maar dat hebben we niet gedaan. Dus daar ben ik wel trots op. Maar toch voelt het gewoon heel erg. Ja, gewoon heel erg kut. Dat is gewoon wat het is. Het is gewoon kut. Zo simpel is het. Oh, laat ik trouwens ook even een nieuwe pickaxe maken. Misschien ook wel handig. Kip! Ik heb geen kip. Oh ja, wel, ik heb wel kip nodig. Bye. Maar ja, ik weet gewoon niet anders wat jullie. Oh. Fijn, maar heb ik een bloemetje opgepakt. Nice. Wat hadden jullie verwacht? Ik weet dat heel veel mensen van jullie hadden verwacht dat ik echt veel eerder dood was gegaan. Maar. Zijn jullie trots op me, ondanks dat ik nu dood ben gegaan, jongens? Dat wil ik wel even weten. Laat dat zeker even weten in de comments. En mochten de comments uitstaan en je stuurt het in de Discord, please don't spoil for anyone who did not see the video yet. Want. Ik weet nog niet precies wat ik met de titel ga doen, nu ik het zo opneem. Het kan zijn dat ik nog niet in de titel een spoiler neerzet. En de thumbnail. Maar dat weet ik dus nog niet helemaal zeker. Maar spoil in ieder geval.
mocht dat niet zo zijn, het niet voor anderen. Dat zou ik waarderen. Want kunnen andere mensen ook weer lachen, weet je. Oké. Okay. We gaan even speedrun doen. Oven. Die en die. Wat kan ik nog meer fixen nu? Ja, ik moet iron hebben. Oh, ik moet sugarcane. Maar die zie ik nu even niet. 1, 2, 3. Een kompas. Wat was kompas ook alweer? Trouwens, ik heb toch gewoon iron nuggets? Oh, wacht. Dat telt natuurlijk niet omdat ik het niet zelf gemaakt heb. Wacht, dan doe ik het even zo. En dan doe ik het zo. There we go. Cheating. Cheating the system, jongens. Cheating the system. Maar goed, ik had zoiets van, ja, ik wil niet de aflevering zo kut afsluiten na 6 minuten. Dus ik dacht, ik ga gewoon nog eventjes lekker bingo spelen. Ik weet niet, ik ben de laatste... Oh, daar zit sugarcane trouwens. Ik ben de laatste tijd best wel into the bingo. De Minecraft bingo. En deze video komt denk ik eerder online dan mijn andere Minecraft bingo video die ik nog aan het editen ben. Maar er komt nog een video online die zeker het kijken waard is. In mijn opinion. Mocht je willen zien of ik of mijn mods het winnen. En waarschijnlijk komt er binnenkort ook op mijn Twitch kanaal een battle tussen mij en Rook. Mocht je de pack battle video hebben gekeken, dan weet je wie dat is. Ook zeker een tip om lekker te komen kijken, want het wordt ook wel leuk, denk ik. Ja, dat komt. Ik heb nog genoeg plannen voor Minecraft, maar ik ga sowieso een nieuwe hardcore survival beginnen, want ik vond de uitdaging echt heel leuk om te doen. Ook al weet ik dat ik het af en toe een beetje pussy gespeeld heb. Maar ja, je moet het ergens denk ik ook een beetje pussy spelen. Want ja, je kan gewoon één foutje. Zoals je ziet maar. Één foutje en het is gewoon je dood. En je bent gone. Dat is het leuke en het kutte aan hardcore. Want het leuke is, het geeft een uitdaging. En je hebt... Je bent een beetje bang om dood te gaan. Maar ja, het kutte is gewoon het feit dat je elk moment je gewoon je survival kwijt kan zijn. En al je harde werk kan gewoon weg zijn. Door een creeper, een baby zombie, door wat dan ook. Dat is gewoon life in hardcore, jongens. Maar ik ben dus wel gewoon benieuwd wat jullie vonden. Zijn jullie trots op me of hadden jullie toch hogere verwachtingen van mij? Mag allebei, mogen jullie dat laten weten, maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik ben zelf best wel trots op mezelf. Ik had echt niet verwacht dat ik het zo lang zou uithouden. Ook al had ik natuurlijk nu, omdat ik er zo lekker in zat, toch wel de hoop dat ik het langer uit zou houden. Ben ik toch wel trots op mezelf dat ik het zo lang heb uitgehouden. Klinkt misschien een beetje raar, omdat, ja, hoe lang is aflevering 7 nou? Maar 34 dagen, Minecraft dagen. Ja, toch heb ik ergens een beetje voldoening voor mezelf. In mijn chef, by the way. Sick. Hoe raar dat misschien ook klinkt. Maar dat komt misschien ook gewoon omdat ik had van mezelf eigenlijk geen verwachtingen van wat ik ging halen. Kijk, als jij al eerder een hardcore survival bent begonnen bijvoorbeeld en je weet van oké, ik heb aflevering, ik heb toen dag 1000 gehaald bijvoorbeeld, ja, dan heb je natuurlijk een grotere verwachtingen van jezelf dan iemand zoals ik die dit voor het eerst doet. En nogal pro is een doodgaan in Minecraft. Maar ja. Maar goed, ik wil het zeker nog een keer proberen. This is not my, the end of my hardcore avontuur. Zeker niet. Ik zoek dingen.
Iron vooral, redstone zoek ik. Gold apparently. Oké, jongens. Laat ook even weten of jullie het leuk vinden dat dit soort afleveringen. Zo van dat ik solo bingo ga doen en mijn tijd ga verbeteren of zo. Want we gaan nu denk ik 10 minuutjes halen of zo. Misschien iets langer, misschien iets korter. Ik vind het zelf heel leuk om te doen, maar als jullie dit niet leuk vinden om naar te kijken, ja dan is het natuurlijk een ander verhaal. Zag ik daar nou redstone trouwens? Nee. Natuurlijk niet, hè. Oké, ik denk dat ik wel genoeg iron heb. Even smelten. Oké, dan ga ik ondertussen ook even verder zoeken. Oh, redstone. Here we go. Alleen ik moet wel een iron pickaxe hebben, wil ik dat kunnen hakken. Oké. So we need to go up. Waar kom ik ook alweer vandaan? Hier toch? Ja. Ik kwam hier vandaan, right? Yeah, there you go. 3. Kunnen we iron pickaxe maken? Da-da-da-da-da-da. Ik zit gewoon de hele tijd te denken aan het feit hoeveel ik nog had kunnen doen in die survival. I'm just sad, man. I'm just sad. Ik weet gewoon van mezelf dat ik het beter kan. En dat is gewoon eigenlijk het... Oh, diamonds, hallo. Niet dat ik dit nodig heb, maar ik ga dit hakken. Gewoon voor de fun of it. Dit doet me denken aan mijn Minecraft speedrun. Mijn co-op speedrun. Waar ik ook gewoon random diamonds tegenkwam. Zonder dat we ze echt heel erg nodig hadden. Oké, okay, we hebben redstone. Sick. Wacht, hebben we geen gold nodig voor een kompas? Of zit ik nou raar te doen? Ik neem het al gewoon mee voor de zekerheid. Kwam ik hier vandaan? Ja, oké, okay, top. There we go, hier omhoog. Want hier is mijn oventje. Oké. Okay. Dan kunnen we eerst... ik begin wel even met de rails. Oh. Ook wel is hier een mijnchef, dus ik kan het ook gewoon pakken, maar goed. Oh, ik mis er nog één. There we go. Iron bars. Hoe maak ik ook alweer een kompas, jongens? Help. Ik dacht dat het gold was, maar... Ik ga nou toch twijfelen aan mezelf. Oké. Okay. Gold, there we go. Ik heb ook niet genoeg iron, oh no. Iron met iron hakken. Prima. Stress jongens, stress. Want ik heb volgens mij dit nodig voor iron bars. Ja. Oké, okay. Dus dan heb ik er nog één nodig. There we go. Oké, okay, dan... Dit in de oven. There we go. Ik ga even checken of dit het was. Oh. Oh, dat is klok. Oh, kut. Was het dan toch iron? Ik denk dat het iron was dan. Wat ik wel alvast kan doen is redstone torches maken. Die heb ik ook nodig voor een
Voor een repeater. Als het goed is. Keuzes en stress, jongens. Stress. Okay. Want een repeater is als het goed is dit. Dit. En dan dit, right? There we go. Oké, alleen kompas nog. Come on, come on. We zitten op 13 minuten. Jezus, ik had verwacht dat we iets korter erover zouden doen, maar goed. Kompas, there we go. Hoepa, easy peasy lemon squeezy, joh. 13:13. Wat zijn de toptijden eigenlijk? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. 7:52, oké. Okay. Goed, dit was de aflevering voor vandaag, jongens. Het is een wat kortere aflevering, want we zijn dood gegaan. Even voor de mensen die dat gemist hebben. Op een of andere manier. Maar goed. Volgende week gaan we zeker beginnen met een nieuwe Hardcore Survival. Want ik wil gewoon... Ik wil het gewoon langer volhouden dan dit. Dit is mijn goal nu voor de volgende aflevering. Voor de volgende survival. Ik hoop dat je deze video ondanks toch leuk vond. Dat we toch nog even iets anders hebben gedaan. Laat zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. Laat zeker even wat tips achter voor een nieuwe Hardcore Survival. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Bye!